Richard Kranen, welkom. Ja. Welkom. Vertel. Wie is Richard en hoe is het voor jou begonnen? Nou ja, ik ben Richard Kranen. Ik ben al 40 jaar en uh, mijn zangcarrière is begonnen uh, zo rond 21, 20 jaar geleden bij een uh, bruiloftfeestje. Zo lang al. Ja. En zong je toen al Nederlands talig? Was het toen Engelstalig ook? Nederlandstalig. Dan tegenwoordig kunnen we dus ook uh, zien dat je dus Engelstalig zingt. Ja. Heb je daar ook de liefde voor? Een heel klein beetje. Ja. waar komt die liefde voor Engelstalig vandaan dan? Nou ja, ik, ik zong het ook heel vroeger wel eens een keer in een met oefenen, zingen, één keer in een week. Een paar liedjes en die, die liedjes had ik nog altijd bewaard. Die bandjes zeg maar nog. Ja, en die pak ik, ik weer een beetje oppikken. Even, ik werd al van grappig weer. En iedereen, niemand wist dat, natuurlijk. Ja, iedereen verrast dit. Ja. En was je dan iemand die op een kamertje ging zitten en zich uh, stiekem ging opnemen? Mm, ja, sowieso wel. Ja. <laughs> en waar ben jij bezig met... Of, sorry, even overnieuw. Wat doe je naast het zingen? Naast het zingen zing, werk ik in een uh, magazijn. Bij een feestartikelhandelbedrijf. Uh, en uh, ja, doe ik oordepikkers, uh, oordverzamelen. Uh, met een... Uh, met zo'n karretje rijd ik de hele dag uh, bestellingen af. Uh. En hoe gaat het op de werf dan? Zing je dan daar ook of dat niet? Ja, ik zing wel eens met de muziek ook wel eens mee. Ja, de radio. En wat zeggen de collega's dan? Ja, die vinden het echt leuk. Zingende orenpikken noemen ze mij. <laughs> ja, is vooral. <laughs> en wat ga je verder nog doen qua muziek? Ja, ik ga meer... Uh... Ja, ik bedoel... Bezig met. Uh, qua muziek, het tweede album, uiteraard. Ja, daar ben ik mee bezig. En. Uh, nou, net al weer een leuke kerstalbum uitgebracht. Ja. Uh, kun je iets vertellen over, de, over je kerstsingle? Uh, ja, ja ik, uh, ik had al een uh, aantal staan de uh, afgelopen jaren. Kerstluntjes. Moesten we nog twee jaar, zeg maar, had ik uh, nieuw opgenomen in studio uh, pas geleden. Nou, die zijn erbij toegevoegd. Nou, dat is echt uh, een leuke album geworden van zes liedjes. Allemaal. En je hebt ook een sjaaltje meegenomen. Is dit ook uh, te koop, allemaal? Ja, die zijn allemaal te koop, ja. En hoe kunnen de mensen deze gaan bestellen? Gewoon uh, via mij, via Facebook, kunnen ze me benaderen, via Facebook Manager. of mijn telefoon 006. Uh, Sowieso. En uh, ja, dat kunnen ze bestellen bij mij. Uh, en ik heb ze op voorraad liggen bij mijn, bij mijn thuis. Ze dus kosten maar 10 euro per stuk. En dat kunnen ze gewoon via Facebook bij jou aanvragen. Ja, klopt. Ik zeg gewoon doen. Richard, dankjewel. We gaan je volgen. Zeker. Graag gedaan.